Ik ben Marleen Kwartweg, ik ben administratief juridisch medewerker openbaar bestuur. Ik werk bij de gemeente Zwolle bij de afdeling vergunningen. Mijn werkzaamheden bestaan uit het invoeren van nieuwe aanvragen, vergunningen klaarmaken, vergunningen verlenen, zaken invoeren in het systeem, postbehandeling, e-mailbehandeling en vooral ook de telefonie. Ja, dat kan niet. Goedemiddag, afdeling vergunningen, maar Marleen. Kunt u op www.zwolle.nl. Als u dan naar het e-loket gaat, de aanvragen die binnenkomen bij ons, dat zijn aanvragen voor bouwvergunningen. Nou ja, bouwaanvragen, reclameaanvragen, bijna alle vergunningen die krijgen wij binnen op onze afdeling. Hey Dominique, ik zou hier even naar willen kijken. Ik vind het zo'n rare zin. Eens kijken. Ja, dat zou ik inderdaad anders doen. Zou ik denk het gewoon neerzetten voor het plaatsen van een garage op perceel voor Woltsebeek 25. Als we een bouwaanvraag binnenkrijgen, dan wordt die eerst gescand, zodat die... Wij hem digitaal hebben. Vervolgens gaan wij hem invoeren in het systeem en dan wordt hij verdeeld onder de bouwkundigen. Maar wij zijn de eerste aanspreekpunt, wij worden gebeld voor de vragen. Wat ik het leukste vind aan mijn werk is met name het contact met mensen toch. Met klanten dan met name, want wij zitten niet aan de balie of zo, wij krijgen alleen een telefoon binnen. En ja, contact met collega's vind ik erg leuk. We hebben een hele open sfeer. Wat ik minder vind aan mijn werk is, dat is tegelijk ook wat ik er leuk aan vind, toch het telefonisch contact. Dat ik soms hinderlijk vind dat als het heel erg druk is met administratieve dingen, dat dan elke keer de telefoon gaat. Dat vind ik wel eens minder. Ja, mijn dag is eigenlijk heel variërend. Ik werk 40 uur, maar we hebben niet echt een taak toegesplitst tot ons team, laat maar zeggen. We werken met een stuk of 7 vrouwen op een kamer en iedereen doet eigenlijk alles. Ik kan 's ochtends gewoon pakken wat er ligt en een ander pakt weer een ander onderdeel. Dat is heel variërend.